Ben jij een uitbundige gelovige, een happy Christian? Kan iedereen aan je zien dat je van Jezus houdt? Of ben jij een undercover Christian? Een soort van agent 777 die op zijn hoede is en eigenlijk niemand mag precies weten dat jij in Jezus gelooft. Heel veel gelovigen die zijn enorm vrijmoedig op een conferentie of op een zondag of op een samenkomst waar andere gelovigen zijn. Maar op het werk, dan ineens dan gaan we over naar een geheime missie. Natuurlijk kan je lekker op jezelf zijn, natuurlijk kan je wat introverter zijn, misschien ben je niet zo'n praatgraag en dat is allemaal helemaal oké. Maar tegelijkertijd, als iemand al 25 jaar ergens werkt en ze weten van elkaar niet wat hun grootste passie is in het leven, dat vertelde iemand mij. Iemand die had een viering van 25 jaar bij de zaak. Ze zaten samen een stukje taart te eten, toen de een tegen de ander zei, ja, ik ben eigenlijk gelovig, al 25 jaar undercover Christians. En dat terwijl Jezus zei, ga de wereld in. Vertel het goede nieuws aan iedereen. Waar je hart vol van is, loopt je mond van over. En weet je, dit filmpje heb ik niet opgenomen om je schuld aan te praten. En te zeggen, heb je dat nou nog nooit verteld? Nee. Maar wat ik zou willen zeggen is, wees trots op wie je bent. Wees trots op de God die je kent. Wees trots op het feit dat God jou kent. En in plaats van met je staart in een hoekje te staan en te denken, nou, niemand zal wel zitten te wachten op wat ik te vertellen heb, mag je er zijn. Mag je stralen, mag je schitteren. Mag je de wereld laten weten waar jij in gelooft en dat God in hun gelooft. Dit was een overdenking uit het dagboek Sterker van David de Vos. Bestel hem nu in onze webshop of word donateur van Go & Tell en ontvang hem gratis.